en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een heleboel nieuwe make-up testen van de huismerk make-up lijn van Naked. Wisten jullie dat Naked een make-up lijn had? Ik wist het niet. Ik heb het gewoon toevallig gezien op hun website. Ik denk dat de meeste mensen de website kennen van al hun kleding. Naked heeft echt super, super leuke kleding. Echt een heleboel. Echt een aanrader als het gaat om kleding. Maar toen ik op de website aan het scrollen was voor de kleding, dacht ik, laat me even naar beauty gaan. En ik had absoluut niet verwacht dat ik letterlijk gewoon een volledige, complete make-up collectie zou zien van hun. Ze hebben gewoon hun eigen make-up collectie. En ik heb alles gekocht gewoon. Ik heb echt super veel gekocht. Ik heb gewoon zoveel mogelijk gekocht als kan voor echt een full face met make-up. Het is ook allemaal niet al te duur. Het is niet heel heel goedkoop, maar ook niet heel duur. Een beetje in de middencategorie. En ik dacht, laten we dit gaan proberen. Ik weet niet waarom ik niet wist van deze make-up lijn. Ik weet niet waarom niemand mij dit heeft verteld. Volgens mij bestaat het ook al echt al heel lang. Maar goed, ik heb het pas nu ontdekt en ik dacht, laten we het gewoon gaan testen hier op beeld samen met jullie. En aangezien ik nog nooit iets heb getest van hun make-up lijn, heb ik echt geen idee wat ik moet verwachten. Ik hoop gewoon dat het goed gaat zijn en ik niet mijn geld heb verspild, want ik heb weer veel betaald hiervoor. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je dat nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Ik ben altijd extra enthousiast als ik iets ga testen wat ik nog nooit heb gebruikt. Gewoon een make-up lijn waarvan ik nog nooit iets heb getest, want dan, ja, ik weet gewoon niet wat ik kan verwachten. Mijn oorbel valt er gewoon hier helemaal af. Oké, laten we gewoon beginnen. Ik heb echt zoveel gekocht, jongens. Oh my goodness. Ik ga beginnen met de strobing cream. Dit is de Naked Strobing Cream. En dit is dan hoe die eruit ziet. Gewoon een witte kleine verpakking. En ik heb hem in de kleur goud. Oké, ik moet zeggen, qua verpakkingen is het allemaal wel een beetje cheap. Een beetje goedkoop. Ik vind het wel mooi dat het allemaal zo wit is met rosé. Dat is echt alles. Alles is zo wittig met rosé. Maar qua kwaliteit van de verpakkingen is het allemaal wel echt een beetje cheap ass. En een beetje basic. Qua verpakkingen ben ik niet echt impressed. Maar ik hoop gewoon dat het product erin beter gaat zijn. Dit is dus een strobing cream. Dat is een glanzende crème. Je kunt hem voor van alles gebruiken. Als primer, als highlighter. Wat jij wilt. Ik persoonlijk gebruik dit soort creams altijd gewoon als primer voor onder mijn make-up. Je hebt hem in 3 kleuren. En ik heb dus goud. Ik dacht dat hij het beste ging matchen met mijn huid. Alles is ook cruelty free en vegan. Oké, laten we het gewoon gaan aanbrengen. Ik breng het gewoon zo letterlijk op mijn gezicht aan. Oké, ik denk dat ik iets te veel heb gepakt. Wow, het is gewoon echt een hele witte crème. Ik heb een hele droge, doffe, matte huid. Dus ik hou altijd wel van iets wat mijn gezicht goed laat stralen. Ik zie nu al dat ik hem niet zou gebruiken als highlight. Want het is echt gewoon letterlijk een dikke crème. Het voelt gewoon echt als een dagcrème of zo. Het is wel wat minder goud dan dat ik had verwacht. Ik zie niet echt heel veel goud, maar ik zie absoluut wel een glans. Je ziet nu wel echt een hele glans op mijn gezicht. Wow, het voelt gewoon echt aan als een dikke glanzende crème. Normaal zijn strobing creams iets dunner. Ik heb hier een puist. Ik weet niet wat hij hier doet. Ga eens weg. Qua formule absoluut niet wat ik had verwacht. Maar het geeft echt wel gewoon een glow. Oké, het is ook wel een iets mindere glow dan wat ik gewend ben van strobing creams. Maar ik vind het op zich wel gewoon mooi. Ik vind het ook heel fijn dat het zo lekker dikkig is. Oké, ik denk dat ik het wel fijn vind. Ook al had ik wel iets meer glow gewild. Qua foundation en concealer heeft deze collectie niks. Dus ik ga gewoon even 2 producten gebruiken van mezelf. En het gewoon eventjes snel aanbrengen. Foundation en concealer is aangebracht. Ik zie er echt top uit. Die strobing cream is echt amazing. Heel mooi onder mijn make-up. Nu ga ik contouren. Ik heb hier de Naked een multi-use contour stick. En dit is hoe de stick eruit ziet. Weer zo'n witte matte verpakking. En ik heb de kleur caramel. Ik dacht, ik moet het hebben. Ik ben altijd echt een fan van contour sticks. Je hebt hem in 3 kleuren. En ik heb de medium kleur. Dus laten we het gewoon proberen. Als ik er zo naar kijk, denk ik wel dat hij gewoon matcht met mijn huidskleur. Hij is wel een beetje licht. Maar het is oké. Hij voelt lekker creamy aan. Dat vind ik wel fijn. De kleur is echt perfect. Ik ben alleen bang dat hij gaat wegblenden. Maar we will see. Oh nee, hij blendt helemaal niet weg. Oké, ik denk dat ik iets te veel heb aangebracht ook. Wow, I love it. Dit is echt prachtig. Ik heb wel te veel aangebracht. Ik zal er iets minder aanbrengen, maar het blendt echt geweldig in. Het is heel mooi creamy, heel mooi glanzend. De kleur is echt perfect. Super makkelijk. Het haalt ook niet de make-up eronder ervan af, want dat is ook iets wat er vaak gebeurt. Wow. Hij is ook wel een beetje duur, 19 euro, maar hij is wel echt heel mooi. Oké, deze ga ik echt vaker gebruiken. Ik ben echt heel mooi. Ik heb heel even snel wat poeder aangebracht, mijn neus gecontourd en wat MAC Fix Plus gesprayed om het te hydrateren. En ik moet echt zeggen, jongens, mijn huid ziet er echt
echt amazing uit. Deze twee producten tot nu toe. Ik vind ze allebei echt heel fijn op mijn gezicht. Heel erg mooi. Vooral die contourstick is echt... I'm loving it gewoon. Nu ga ik eventjes stoppen met het gezicht en we gaan beginnen aan de ogen. Ik heb hier het Naked Gold Eyeshadow Palette. Het is gewoon zo'n witte, vierkante, simpele verpakking. En dit is dan de inhoud. Je krijgt 12 prachtige, matte en glanzende, neutrale kleuren. En ook een hele grote spiegel. Het paletje kost €33. Voor die prijs had ik wel iets meer verwacht. Weer van de kwaliteit van de verpakking. De verpakkingen vind ik allemaal echt helemaal niks. Echt heel cheap ass. Ze voelen ook echt heel goedkoop aan en zo. Maar als ik naar de inhoud kijk, ben ik wel echt impressed. Het is echt heel mooi. Ik vind het in het echt mooier dan op beeld. Het is echt heel glanzend. Die glanzende kleuren zien er echt prachtig uit. De matte kleuren ook heel mooi. Dit is echt het perfecte neutrale paletje. Deze kleuren zijn echt ideaal voor een everyday look, een soft glam look of whatever. Dus hiermee ga ik even een heel mooi soft glam lookje creëren. Dus laten we inzoomen op de ogen. Laten we beginnen. Ik heb al mijn ogen geprimed met concealer. Even kijken, wat voor look ga ik maken? Ik denk dat ik gewoon echt ga voor bruin goudachtig. Heel mooi, mijn fave kleuren. Bruin vind ik mij het mooiste staan qua make-up. Ik ga beginnen met een matte kleur hier, die heet Taupe. Ik moet echt mijn kwasten wassen. Ze zijn helemaal vies. Kijk, hij is gewoon helemaal roze. Ik maak ze altijd schoon in dit schoonmaakblikje, maar at this point heeft het bijna geen nut meer. Dan ga ik die kleur aanbrengen in mijn arcadeboog. Deze kwast is Sueva 228, like always. Is helemaal klaar. Het is echt heel mooi geworden. Ik moet wel zeggen, ik ben niet echt impressed met dit paletje. Ten eerste is het echt een super poederig paletje. Je kunt het ook hier zien op beeld. De kleuren zijn echt prachtig, maar ik mis een beetje pigment. Vooral deze kleur, die is super donker. En ik heb hem hier gedaan, maar zo donker is het allemaal niet. Dus het is niet echt een heel slecht paletje, maar ook een absoluut niet heel goed paletje. En vooral voor die prijs, €30. Voor die prijs kun je ook een heel groot Morphe paletje halen met veel meer kleuren en betere kwaliteit. Dus het is oké, alleen voor de prijs zou ik hem echt absoluut niet aanraden. Hij heeft me een klein beetje teleurgesteld. Ik heb ook een oogpotloodje. Dit is de Naked Eye Pencil. En zo ziet hij eruit, helemaal wit. En ik heb hem in de kleur Dark Brown. Ik dacht, laat me ook het oogpotloodje bestellen. Want ik wist al dat ik zo'n soort ooglook ging maken. En ik wil dan ook altijd een bruin oogpotloodje aanbrengen in de onderste waterlijn. De kleur ziet er heel mooi uit. Echt een hele mooie donkerbruine kleur. Ik dacht dat dit een matte bruine kleur ging zijn, maar dat is het niet. Ik zie een beetje een glans. Ik vind het op zich wel mooi. Nou, ik ook de swatch zo bekijk, zie ik inderdaad een hele lichte glans er doorheen. Maar ik vind de kleur wel echt heel mooi. Een perfecte bruine kleur. Next up is mascara. Dit is de Naked Volume en Length Mascara. Ook weer zo'n hele simpele witte verpakking. Oké, jongens, dit is hem dan. Gewoon helemaal zo wit mat. En dit is dan hoe hij eruit ziet. Een best wel rechte mascara. Deze moet dus volume en lengte geven. Ik zie niet heel veel volume, ik zie wel lengte. Het is ook een beetje een droge formule. Ik vind hem oké. Niet heel goed, niet heel slecht. Het is gewoon een oké mascara. Ben ik weer. Ogen zijn helemaal af. De wimpers die ik op heb zijn Foamy TL4 wimpers van Tati Lashes. Echt mijn fave wimpers op het moment. Lekker heftig. De ooglook is dus helemaal af. Ik ga nou verder met het gezicht en ik heb hier een blush. Dit is de Naked Baked Blush. Dit is hoe het eruit ziet. Het is een doorzichtige verpakking. En dit is de kleur. Ik heb hem in de kleur Rose. Ik vind hem er echt heel mooi uitzien. Hij is dus baked, dus hij gaat een beetje glanzen. En je hebt hem in 3 kleuren. En ik ben gegaan voor een beetje roze kleur. Als je alle 3 de kleuren wilt hebben, ze zijn ook te koop als een set. En dat scheelt je echt heel veel geld. Dus ik ben heel benieuwd naar deze kleur. Hij is best wel groot voor een blush. Nou, laten we hem gewoon aanbrengen. Oké, er is niet heel veel pigment. Wel heel veel glans. Ik vind het wel mooi. Dit is heel mooi voor een everyday look. Ik vind hem niet heftig genoeg voor de look die ik vandaag heb gemaakt. Maar gewoon voor een everyday makkelijke look is wel mooi. Hij is wel echt glanzend. Daar moet je wel echt op letten. Ik had wel iets meer pigment gewild. Ik vind hem een beetje pigmentloos. Is dat een woord? Pigmentloos? Ik weet niet. Ik zie meer glans dan pigment. Ja, hij is mooi. Het is alleen niet mijn fave blush. Maar ik vind hem wel mooi en het is wel gewoon een blush
die ik zal gebruiken. Next up, highlight en contour. Dit is de Naked Highlight en Contour Kit. Weer gewoon zo'n hele simpele witte verpakking. En binnenin heb je 4 kleuren. 2 contourkleuren en 2 highlight kleuren en een groot spiegel. Oké, ziet er op zich gewoon goed uit. Waar ik wel een beetje spijt van heb, ik heb de kleur medium dark. En dit is echt te donker voor mij. Deze contourkleuren zijn voor mijn huidskleur gewoon niet te gebruiken. Veel te donker. En de 2 highlight kleuren zijn ook wel een beetje aan de donkere kant. Ik wil hem toch gewoon proberen. Ik ga voor deze kleur hier. Ja, nee, je kunt hem niet eens zien. Het is gewoon roze. Maar het valt niet echt op. Nee, jongens, dit zijn helaas niet mijn kleuren. Dus ja, ik kan dan ook niet echt heel goed vertellen wat ik ervan vind helaas. Ik pak even mijn De Balm highlighter. En die ga ik gebruiken voor op mijn neus. Want ik wil altijd wel zo'n glow hebben op mijn neus. En dat vind ik mooi. Ik breng hem ook gewoon een beetje zo hier aan. In de binnenste ooghoeken. Dan als laatste de lippen. Voor de lippen heb ik een heleboel producten. Vraag me alsjeblieft niet waarom ik dit allemaal heb gekocht. I don't know. Ik ga beginnen met, even kijken, met lipgloss. Dit is de Naked Shimmery Lip Gloss. En zo ziet hij eruit. Heel mooi lichtroze. En ik heb de kleur Light Pink. Deze glossjes zagen er online super mooi uit. Je hebt echt een heleboel kleuren. En ik dacht, ik ga voor een hele mooie lichtroze kleur. Ook heel mooi voor op een lipstick of whatever. Voor nu ga ik hem gewoon eventjes alleen aanbrengen. Want dan kunnen we gewoon echt goed de kleur zien. Dit is de eerste verpakking waarvan ik denk, ja, dit vind ik gewoon heel mooi, heel cute. En dit is de applicator, best wel groot. Ja, heel mooi, heel glossy en inderdaad heel glitterig. Ik zie echt heel veel glitters. Ik zou op zichzelf zo niet dragen, maar op een roze lipstick, een roze matte liquid lipstick, gaat dit echt prachtig zijn. Heel mooi, ook helemaal niet plakkerig. I love it. Deze gloss is echt fijn. Dan ga ik verder met de lipstick. Dit is de Naked Matte Lipstick. En zo ziet hij eruit. En ik heb hem in de kleur Soft Beige. Ik dacht, ik wil ook gewoon hun lipsticks proberen. Je hebt echt een heleboel verschillende lipproducten. En ik dacht, ik ga voor de matte lipstick. Een hele mooie lichte nude kleur. Ik denk dat hij heel mooi gaat zijn met een mooi donkerder lippotloodje. Hij is zo licht roze. En het is dus de kleur Soft Beige. Ik had hem niet zo roze verwacht. Maar goed, we gaan het gewoon proberen. Oké, het is een hele lichte kleur. Ik heb nou echt zo van die concealer lippen. Het is een te lichte kleur voor mij om hem alleen te dragen. Maar zo had ik het ook niet in mijn hoofd gecombineerd. Ik wilde het met een iets donkerder lippotloodje doen. Dus dat ga ik ook doen. Want dan kan ik jullie laten zien dat het wel gewoon zou kunnen werken. En ik heb ook een lippotloodje van hun. Dit is de Naked Lip Pencil in de kleur Luna. Ik heb ook een matte liquid lipstick. En dit is een match met elkaar. Maar ik wil hem nou ook eventjes gaan matchen met deze lipstick. Super fijn lippotloodje. Heel creamy. Heel veel kleur. En de kleur is echt een goede match met mijn huidskleur. Het was een beetje een gok online. Maar het is toch wel goed uitgevallen. Zo, nou heb ik die aangebracht. En dan pak ik een beetje van die lipstick. En die breng ik zo aan in het midden. Kijk, zo is de lipstick dus echt prachtig. Als je het gewoon combineert met een donkerder lippotloodje, dan wordt het echt super mooi. Hij is wel heel mat. Let daar wel op. Als je hele droge lippen hebt, je gaat hem dan waarschijnlijk te mat vinden. Ik vind het nog net oké. Het is wel een beetje aan de droge kant, maar het is oké. Het is wel echt heel mooi. Jongens, nou ik toch iets langer naar deze lipstick kijk. Hij is wel echt heel droog. Ik zie allemaal al die droge plekken op mijn lip. En ik heb een heleboel matte lipsticks die echt gewoon prima zijn. Die ook gewoon een beetje creamy zijn. Ondanks dat ze wel een matte finish hebben. Maar dit is wel echt heel droog. Ik vind die matte lipstick, ik vind de kleur wel heel mooi. Maar ik vind hem toch echt te droog. We gaan verder met de matte liquid lipstick. Dit is de Naked Matte Liquid Lipstick. En dit is dan hoe die eruit ziet. En ik heb hem in de kleur Luna. Nou, zo was ik al net zei, dit is dus een combinatie met elkaar. Ze heten ook allebei Luna. Deze combo ga ik nou aanbrengen. Even kijken, dit is hoe het eruit ziet. Wow, het heeft echt een hele lange applicator. Het is zo bruin paarsig. Heel mooi. Dit is echt een hele mooie cool tone nude kleur. Het is echt heel cool, maar ik vind het wel heel mooi. Dit is echt een perfecte combinatie. Ik denk dat het lippotloodje niet eens per se hoefde. Ik kon ook gewoon alleen maar ingaan met deze. Hij droogt mat op, maar is helemaal niet zo uitdrogend als die lipstick. Ik vind het ook heel mooi staan met de look. Ik vind de overall look gewoon ook echt heel mooi. Jongens, ik ben heel enthousiast vandaag. Nou jongens, dit was het dan. Ik ben zo blij met deze make-up look. Dit is echt een look waar ik van hou. Dit is de soort look die ik echt maak. Wat vonden we van alle
producten. Een aantal dingen erbij die ik niet zo vond, maar het meeste vond ik gewoon wel fijn. Deze contour stick is echt de winnaar van vandaag. Ik vind hem echt amazing. Super mooie bronzie en het werkt echt goed. De gloss vind ik ook heel mooi. Hele fijne gloss. Deze matte liquid lipstick en lippotloodje heel erg fijn. Mooie kleur. Oogpotloodje ook heel mooi bruin. En de strobing cream vind ik super fijn aanvoelen op mijn gezicht. Echt gewoon als een dagcreme met gewoon een hele mooie glans erdoorheen. Ondanks dat ik wel iets meer glans had gewild, vind ik hem alsnog echt heel erg fijn. Wat raad ik gewoon echt niet aan deze lipstick. Ik vind hem gewoon echt te droog. De kleur is wel heel mooi, maar het is echt te droog op de lippen. En dit oogschaduwpaletje. Ondanks dat ik hem niet slecht vond, vind ik hem gewoon voor de prijs het absoluut niet waard. Er zijn veel betere paletjes voor die prijs. Met veel meer kleuren en veel betere kwaliteit. En de blush en de mascara vond ik gewoon een moi. Niet heel goed, niet heel slecht. Het is oké. Ik zou het nog wel dragen, maar zou ik het opnieuw halen? Dat niet per se. Ja, en dit contourpaletje. Ja, hier heb ik gewoon geen mening over, want ik kon gewoon niet eens gebruiken. Maar overal het meeste vond ik dus echt goed. Jongens, deze contourstick. Ik zal hem echt halen. Ik vind hem echt amazing. Let me know wat jij van de collectie vond. Vind jij het een mooie collectie? Heb jij ook al producten hiervan gebruikt? Ja of nee? En wat vind je van de look? Laat me weten beneden in de reacties. Ik vind het altijd heel leuk om van jullie te horen en te kletsen. Ja, en ook gewoon om te weten wat jullie een beetje van alles denken. En zoals altijd hoop ik natuurlijk weer dat ik jullie heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!